Strike a match, start a fire, we can burn. Teunis van Hilberalti komt uit het verrichtersonderzoek van vorig jaar. Hij is toen doorverwezen. Ten opzichte van vorig jaar heeft de hengst een grote ontwikkeling doorgemaakt. Teunis van Hilberalti is een aansprekende en langgelijnde hengst. Door het edele hoofd en goed verticaal geplaatste hals toont hij veel ras. Hij is een correct gebouwde hengst die een horizontale romprichting heeft. Beenwerk kan meer kwaliteit uitstralen. Tijdens dit onderzoek beweegt de hengst zich met meer losgelatenheid in de bovenlijn. De fraai gemodelleerde hengst heeft veel techniek in zijn bewegingen en toont veel gedragenheid in alle disciplines. Hij heeft veel buiging in de gewrichten en zijn manier van galopperen valt positief op. Na het zadelexamen heeft de hengst even een dip gehad, maar heeft zich daarvan goed hersteld. Teunis van Hilberalti laat zich in alle disciplines goed bewerken en heeft veel aanleg als rijpaard en menpaard. Als tuigpaard toont de hengst veel go, loopt met veel techniek en voldoende opwaarts. Teunis van Hilberalti is een vierjarige zoon van Bartle 472 met een stermerrie van Rindert 406. Die inmiddels 3 sternakomelingen heeft. Zijn grootmoeder is een model sport- en preferente merrie van Faber 348. Zijn overgrootmoeder is de beroemde Feitse 293 dochter Setske F. Deze Setske F is ster, preferent en prestatie, heeft maar liefst 13 sternakomelingen en is onder meer de moeder van de preferente hengst Beert 411. Teunis van Hilberalti kan model, bewegingstechniek, instelling en bewerkbaarheid verbeteren. Hij wordt ingeschreven met de naam Teun 505.